Dit verhaal gaat over een man die alles had wat je maar zou kunnen wensen. Hij heet Frank Oranje. Zijn bijnaam die luidt Mr. Integrity. Topnotaris bij het kantoor van de landsadvocaat, Pels Rijken. Hij was de man om de privébelangen van bewindspersonen op afstand te plaatsen. Begin 2019 komt er een melding binnen van fraude. Frank Oranje is hoofdverdachte. That's like crazy. Crazy. Dan heb je wel een dubbel leven. Op 6 november 2020 vindt de politie zijn levenloze lichaam. Blijkbaar zo in het nauw gedreven. Heel veel partijen hebben zitten slapen hier. 2,5 jaar na zijn dood is het nog totaal onduidelijk waar die 11,5 miljoen euro zijn gebleven.